Een mooie avond al hier. Met een mooie ontvangst voor de spelers. Juist een violist op het veld. Die wat hoogtepunt uit de clubhistorie op zeer fraaie wijze begeleiden. Het is een feestje voorlopig hier in het Abelenza Stadion. De muziek wordt ietsjes harder, iets minder fraai vind ik persoonlijk dan de violist. Maar goed, ieder zijn eigen smaak en ieder zijn eigen voorkeur. En over opstelling kunnen eigenlijk bij beide ploegen kort zijn. Er zijn geen verrassingen. Van Aken speelt dus door de afwezigheid van Van Beek. Van Amersfoort speelt uiteraard weer. En voorin de Sar, Van Hooydonk en Olsson. Daar waar het nog wacht is op een extra vleugel spelen. Dat zou zomaar Che Nunnally kunnen worden. Die al een tijdje meetraint bij Heerenveen. Serkus de Buurk fluit. En bij AZ dus ook geen verrassingen. Het is dezelfde opstelling als tegen Excelsior. Daar waarin de competitie natuurlijk nog De Wit en Kerkes ontbraken vanwege schorsingen. Kerkes nu gewoon weer linksback. De Wit, de andere, meest De Wit dus, naar de bank. Dani De Wit speelt wel gewoon en daardoor zit Michailovic op de bank. En het trio voorin, Carlsson, Pavlidis en Odgaard. Scoren over het algemeen vrij makkelijk. Scoren over het algemeen ook nog zeer fraai. Zoals wel tegen Excelsior het geval was. Kerkes. Dat is een eerste kans en zit hij of zit hij niet? Noppert krijgt uiteindelijk uiteraard de vrije trap. Maar de vraag is, was hij daarvoor al over de lijn of niet? Geweldige voorzet van Carlsson. Ja, die bal moet er al in. Nee, dan ligt hij op de lijn. En dan wordt hij daarna, terwijl hij hem heeft, op de lijn nog in het doel getikt. Dat mag niet. Het doelpunt terecht afgekeurd, maar eigenlijk had Noppert hier al kansloos moeten zijn. De nieuwe directeur topvoetbal ook aanwezig in het Abelenza Stadion. Ja, en als je op zich mensen met ervaring zoekt om eens te praten over hoe het werkt in het topvoetbal in Nederland. Dan de twee mannen die daaronder zitten ook maar even aanschieten straks. Draait richting Carlsson. Krijgt hij mijn ploeggenoot? Ja, levert het een lekker schot op? Nee, dat niet. Water zat vandaag in het Abelenza Stadion. Zou ietsjes minder mogen. Die waren goed voorbereid. Ja, de mensen die dachten dat het wel heel snel droog zou worden vandaag. Dit is nog een slim koppeltje van Odgaard. Noppert is paraat, laat zich niet verrassen. Reinders krijgt geen ruimte om te schieten. Deze bal die draait hoog. Tot teleurstelling van de mensen voor het doel. Olsson kijkt vooruit, kan die bal eigenlijk niet kwijt en schiet het dan maar over de zijlijn. Klaasie. Dat is een lekkere kopbal en het doelpunt ook. Dani De Wit. Heerlijke kopbal. En AZ leidt. De voorzet mag er zijn, uiteraard, want die komt precies aan. Maar dan heeft De Wit nog wel wat te doen om er ook een doelpunt van te maken. Om Noppert te passeren, want dat is slechts weinig gegeven natuurlijk. En hij is voor Noppert niet te stoppen en dan is het echt een goede kopbal. Van Ewijk, nou, Van Hooydonk is even weg uit de spits. Haaien. Geen gekke voorzet. Bal schiet door. Tahiri.
Heeft geen ruimte voor het schot. Dus voorgeven. Daar is Sar. Die komt net niet tot aan de bal. Van Ewijk. Dat wordt geblokt. Hens wordt geclaimd. Nou ja, zij zou ik eigenlijk wel kan verwachten. Komt Heerenveen nu pas echt los. Kerkes. Handig. Goed voorlangs gesneden. De Wit. Ook maar eens schieten. En daar is Noppert wel met de redding. Aannemen en uithalen. Dat gebeurt ook. Verhulst bokst weg. Die heeft het niet helemaal om die bal, natte bal ook maar klem te pakken. Nog eens van Amersfoort. 1-2'tje mislukt. Maar dan is Sar daar. En Sar schiet hem erover. Een wedstrijd waarin Heerenveen lange tijd aanvallen niet zo heel veel kan brengen. Totdat het achterkomt. En dan blijkt het wel degelijk te kunnen. AZ zal bij willen blijven. En als ze vandaag winnen dus in ieder geval voor even op plek 2. Kerkes. De Wit. Handig. Reinders. Pavlidis. Odgaard, daar komt Sugawara. Odgaard wacht, die geeft hem dan aan Sugawara. Hoe speelt AZ dit uit? Heel, heel, heel erg mooi. Na iets meer dan 20 seconden voetballen scoort Reinders in een werkelijk schitterende aanval. Zoals AZ ook de eerste helft begon, namelijk scherp en Heerenveen net niet helemaal. Maar toen werd het niet allemaal goed uitgespeeld door AZ en nu wel op grote wijze. Het is niet allemaal één keer raken, maar het scheelt niet veel. Het klopt. Het is een schoolvoorbeeld van hoe je ruimte bespeelt, benut. 24 seconden heeft het geduurd voordat de bal erin lag. Het ging al die seconden te snel voor Heerenveen. Handige beweging. Pavlidis nu kijken, klaarleggen. Net niet op bij Karlsson. En dan valt hij er net niet in. Raakt de witte bal ook niet helemaal lekker natuurlijk. Heerenveen heeft steeds wat moeite om scherp te zijn aan het begin van zo'n helft. Dat heeft in de tweede helft al een tegendoelpunt opgeleverd. Hier bijna nummer 2. De trap goed, de kopbal is dat niet. Van Amersfoort heeft nog een zeer behoorlijke kans daar. Pavlidis, Karlsson. Kerkes sprint om Karlsson nog te ondersteunen. Pavlidis komt daar in de 16. En Pavlidis schiet hem er niet in. Je zou kunnen zeggen, AZ houdt Heerenveen in leven. Een bal van Haaien. Van Ewijk. Krijgt hij een kans? Krijgt hij een penalty? Het antwoord is ja. Daar maak ik me nog het meeste zorgen om. Want Beukema, dat lijkt... Dat ziet er heel lelijk uit voor de centrale verdediger van AZ. Nu nog even kijken, ja, penalty wel of niet. Ik denk dat het een penalty is. Maar ik maak me nog veel meer zorgen om Beukema. Want wat ziet dat er lelijk uit? Dit kan nog wel eens geel gaan worden. Dit zou misschien ook wel geel moeten zijn. Maar het gaat nog een keer voorlangs. Ja, dat is gewoon geel, tuurlijk. Geel voor Karlsson, die daar loopt te etteren. Nou, naar het WK gekeken natuurlijk. Sar. Maar Verhulst, de man die zijn plek kwijt gaat raken. Aan een speler die op het WK speelde. Maar in wat waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd is als eerste keeper van AZ. Stopt hij de strafschop van Sar. En dus wordt Verhulst toegezongen. En zou je kunnen zeggen, heeft al het geëtter van AZ nog gewerkt ook om Sar uit zijn concentratie te halen. Maar ik denk dat de volgende penalty niet meer door hem genomen gaat worden. Of Noorden op het veld staat of niet. Dit is nog een lekkere uithaal van Halilovic. En die vliegt net naast. Hoeveel scheelt het? Tja, niet heel veel. Lekkere streep.
Sar, dat mogen we overduidelijk zijn. Geen specialist. Een Verhulst. Mooie reactie ook van Reinders. Het schot. Maar weer eens een doelpoging. Nu van Bochnjevic. Doelpogingen genoeg van Heerenveen. AZ heeft het vooral beperkt tot pogingen van afstand. Veel geblokt daarbij ook nog eens. En als er een keer een echt grote kans was, was Doelman Verhulst daar. Ook met de grootste kans van allemaal natuurlijk. Dus zullen zij uitermate vrolijk straks de bus instappen. Maar eens rustig kijken wat al die andere ploegen bovenin gaan doen. Allemaal winnen gaat sowieso niet gebeuren. Met straks natuurlijk nog Ajax Twente op het programma. AZ wint met 2-0. Twee uitermate fraaie doelpunten van Dani de Wit. En dan die heerlijke aanval van Reinders. Zorgen voor de zegen. Maar daar natuurlijk ook nog een extra compliment. Een extra rol voor zich opgeëist door keeper Hobie Verhulst. Want in een fase waarin Heerenveen misschien terug leek te kunnen komen in de wedstrijd. En een penalty kreeg. Was daar de keeper Sar miste. En in wat normaal gesproken zijn laatste wedstrijd is als keeper van AZ. Want ja, Matt Ryan gaat straks het doel verdedigen. Is dit toch wel lekker voor Verhulst? Die zal straks nog wat interviews krijgen. Maar die net iets vrolijker te woord kunnen staan misschien. Dan eerder het geval was. Want hij houdt de nul. Doet wat hij moet doen en zelfs nog wat meer dan dat. Krijgt dus ook de complimenten van de spelers van Heerenveen. Klaas hier weer goed. AZ wint met 2-0 in het Abelensa Stadion.